Ja, ik ben even een rondje gaan lopen. Winkels kunnen weer open vanochtend vroeg. Even benieuwd hoe het met mensen is. Even benieuwd hoe het beeld op straat is. En eigenlijk wat ik aantref is een rustige straat. Ik had echt verwacht vanochtend vroeg. Iedereen die komt en die gaat ook onze lokale ondernemers weer steunen door te kopen. Op dit moment is het erg rustig. En wat mij heel erg opvalt is hoe het water aan de lippen staat van de ondernemers. Ik ben er echt even wat door getroffen. Ik heb denk ik een tiental gesprekken inmiddels gevoerd. En zonder uitzondering zeggen de ondernemers, dit had eigenlijk niet een dag langer moeten duren dat we open kunnen. Vandaag lopen wij niet met het bonnenboekje rond. Laat mensen even demonstreren vanuit de horeca dat ze het op een verantwoorde manier kunnen doen. Laat daar vandaag dan even voor gebruikt worden. Sympathie zit ook bij hun. Maar de rest van de week moeten we even wachten wat de Rijksregering verder nu de komende periode voor maatregelen neemt. Wat vind je ervan dat de winkels open mogen en jullie niet? Ja, er wordt te veel onderscheid gemaakt. Het is wel bekend dat het natuurlijk het niet aan de horeca ligt. Toch blijft het wel allemaal dicht. Dus dat vind ik wel heel erg jammer. Ja, zonde. Hebben jullie ook reserveringen ontvangen? Heel veel, ja. We zaten echt binnen een half uurtje zaten we gewoon vol. Dus dan moet je even schuiven met de tafels, dat je nog net even alle mensen kwijt kunt, zeg maar. Kom, die koffie. Lekker. Heerlijk. Alsjeblieft. Ik hoorde gisteren dat ze vandaag om 11:55 open ging. Het was bij ons ook 11:55 voor een lekker bakje koffie en dan denk ik, we gaan maar in mee. U hebt direct een afspraak gemaakt hier? Ja, direct een afspraak gemaakt om 12:00 los, een lekker bakje. En hij smaakt goed. Ik kan u wel even vertellen dat meneer Kuk die heeft ons opdracht gegeven om te controleren, zeg maar. Okay. En de meest lugubere tent die handen er eerst even uit. Ja. En dat is dit dus ook een van. Ja. Dus, we gaan hier even een kleine controle houden, zeg maar. Nou, waar beginnen we? Bij het begin. Ja, bij het begin. Even maken we door. Ja, echt graag. Nou, de acties die zijn eigenlijk een beetje ingehaald door het hele nieuws wat gisteren zeg maar, in het land bekend geworden is. Het doel van de actie was om inderdaad duidelijkheid te krijgen dat we elkaar heel hard nodig hebben. Dus niet alleen de middenstand, maar ook de horeca. Het maakt een geheel wat zeg maar, een leefbaar centrum creëert. En de actie was om inderdaad als middenstand te laten zien van we moeten open. Maar daar hebben we ook de middenstand bij nodig. Willen we mensen een gezellig uitgaan of winkelen in Leek aanbieden. We hopen dat er inderdaad geen gaten vallen. Hè, want je merkt gewoon als er een paar gaten in een centrum vallen, en dat kan de horeca zijn, en dat dan alle ondernemers daar schade door hebben. En we moeten gewoon één front naar de consument toe aanbieden, waardoor het gewoon heel gezellig winkelen in Leek blijft. Goeiedag. De winkels zijn weer open hoor. Die gaan weer dan in. Ja. En het café ook. Het gaat fantastisch. Het is hartstikke druk. Dus we zijn eerst producten zijn uitverkocht. Het wordt zo goed ontvangen. Dus mensen zijn blij, wij zijn blij. Super. Heb je direct vanaf 11:55 aanloop? Nou, 11:50 was het ook al lekker. Dus het ging mooi, begon vroeg. Wat vinden jullie van de huidige maatregelen? Ja, wat moet je daarvan zeggen? Ik vind het helemaal niks. Het is oneerlijk. Ik gun iedereen zijn handel, maar wij willen zelf ook graag lossen. Het is nodig, water staat aan de lippen. Dus we moeten gewoon, we moeten er weer open. Ja, de acties zijn fantastisch. We zijn blij dat de horeca open gaat. We zijn blij dat we zelf even open zijn. Er worden ongelooflijk veel koffiebonnen ingeleverd. Iedereen wil ons heel graag steunen. Dus we vinden het fantastisch dat de winkeliers dit hebben opgezet. Wat vind je ervan dat de winkels open mogen, maar de horeca niet? Ja, dat begrijp ik niet helemaal. Ik snap dat mensen moeten winkelen, maar ik zie het verschil tussen winkelen en de horeca. Dat zie ik gewoon niet. Volgens mij is koffiedrinken net zo veilig als een boodschapje in de winkel doen. Ja, nou, even maken niet van, hè? Er is voor jullie een doneeractie opgestart. Wat kun je daarvan zeggen? Ja, sprakeloos. We wisten niet dat dit ging gebeuren. Super lief, gedaan door 3 gasten van ons. Ze willen ons graag een steuntje in de rug doen, omdat we het gewoon momenteel echt heel zwaar hebben. Het is heel moeilijk en ze hebben ongelooflijk veel geld opgehaald en daar zijn we heel erg blij mee, heel dankbaar voor.